Hey, Barbecue Junkie hier en deze keer weer met een receptvideo. Ging ik vorige keer aan de slag met de Dutch Oven van Weber en maakte ik heerlijk draadjesvlees. Gaan we vandaag met een ander accessoire aan de slag. We gaan namelijk aan de slag met de rotisserie van Weber. Ik ga een hammetje roken op de barbecue aan het spit, low and slow. En ik laat je graag zien hoe je dat doet. Kijk je mee? Ik ga nu eerst de barbecue aansteken. Daarbij ga ik voor indirecte hitte en een temperatuur van ongeveer 120 graden. De kolenbakjes houden we dus aan de buitenkant van de barbecue, zodat er recht onder de rotisserie geen brandende kolen terechtkomen. Als zometeen de rotisserie gebruikt gaat worden, ga ik ook nog een stukje rookhout toevoegen. En daarmee krijgen we natuurlijk een lekker rokerige smaak. Ik ga voor hickory, dat past goed bij varkensvlees en dus ook bij dit hammetje. Goed, de barbecue staat aan, komt lekker op temperatuur, richting de 120 graden. Rijg ik ondertussen de ham aan het spit. Goed, de barbecue is op temperatuur, dus ik ga het spit erop leggen. En wel eventjes twee lekbakjes eronder. En ik begin natuurlijk met het rookhout eventjes toe te voegen. Nou, zoals je ziet staat het spit nu aan, dus het hammetje kan lekker roken. We gaan de ham ongeveer 2 uur roken. Daarna gaan we de huid van de ham afsnijden. Gaan we het vlees verder insnijden. En dan gaan we de ham ook glazuren. Dus die ga ik straks ondertussen eventjes maken. Goed, de ham heeft nu 2 uur gerookt. Heeft al een aardig mooi kleurtje gekregen. En wat er nu is dat ik hem eraf ga halen. En dat ik de huid weg ga snijden. En dan gaan we een ruitjespatroon insnijden. En dan vanaf dan gaan we hem glaceren. Ik ga de rotisserie dus even uitzetten. En dan kunnen we door. Ik heb net de huid eraf gesneden en het vet allemaal ingesneden. Ik wilde een ruitpatroon doen, maar door de vorm was dat een beetje lastig. En nu gaat hij weer op het barbecue. En we gaan nu doorgaren tot een temperatuur van 65 graden. Ik ga nu eerst even een half uurtje zo garen en daarna ga ik glaceren met een mengsel van abrikozenjam, honing en mosterd. Oké, we zijn weer een half uurtje verder. Tijd om de ham te gaan bestrijken met het mengsel van abrikozenjam, honing en mosterd. Nou, dat gaan we helemaal rondom doen. Dat ga ik vanaf dan ieder kwartier herhalen tot het eraf mag. Tussendoor ga ik dus ook af en toe de kerntemperatuur meten, zodat we hem niet te ver doorgaren. En dan mag de deksel er weer op. En over een kwartier herhalen we dit weer.
We zijn nu ruim een uur verder. Ik heb het vlees nog 4 maal bestreken met het mengsel van abrikozenjam, honing en mosterd. Ik ga zo de rotisserie uitzetten. En dan ga ik het vlees van de barbecue halen. Want volgens mij is het tijd om het aan te snijden en lekker te gaan eten. Bedankt voor het kijken. Ik zie je graag bij een volgend recept weer terug. En uiteraard schrijf ik het recept voor deze ham ook uit. En dat vind je dan weer op mijn website. Een linkje daarnaar vind je onder in de beschrijving van deze video. Tot de volgende keer.